Op dit moment werk ik in een revalidatiecentrum. Dat heeft meer te maken met de dagelijkse opstart, zeg maar, voor de cliënt, patiënt, bewoner, hoe je het noemt. Dat heeft te maken met wassen, aankleden, dagprogramma in de gaten houden, structuur bieden, soms hechtingen verwijderen. En een andere keer is het weer iemand morfine geven tegen de pijn. Er zijn voor een patiënt, cliënt. Ik heb wel de cliënt op nummer 1 en op basis daarvan doe ik mijn werk. En dat is een stukje mentaliteit en dat vind ik belangrijk. Alles doen ten behoeve van de voortgang van het revalidatieproces voor de cliënt. Ik ben met TMI in aanraking gekomen via LinkedIn. Het sollicitatieproces bij TMI, dat was echt super professioneel. En afspraken werden nagekomen. En het werd echt op een hoog niveau in samenspraak met mij gedaan. Er werd naar mij geluisterd. Ik kon mijn verhaal doen. En ik wilde graag op een plek werken waarbij ik mezelf kan zijn en blijven. Dus niet alleen in mijn rol, maar ook wie ik ben. En samen met TMI zijn we daaruit gekomen. En waarom ik voor TMI heb gekozen is dat de match vanaf het begin al heel goed was. Professionaliteit, optimistisch, ondernemend. Er wordt naar je geluisterd. Ik kan naar hun luisteren. Het is laagdrempelig. Zij zijn er voor mij en ik ben er voor hun. En ik ben TMI. Ik ben Rob. Ik werk als verzorger in de IG in een ziekenhuis via TMI.